Met mijn geografische kennis. Als je naar Zwolle gaat, dan ga je ook goed, dacht ik. Maar toen was het nog wel een uur. Binnendoor. Ja. Nou ja, er kijken ook heel weinig mensen naar Ziggo. En waarom kijken zo weinig mensen naar Ziggo? Wij doen bijvoorbeeld op zondagavond hebben wij een talkshow. Dat is een voetbaltalkshow. En daar zitten twee mensen in, dat ben ik en dat zijn Rudy Mulder. En dat zijn twee andere gasten die over het algemeen niks zeggen. Want Jan van Halst was daar een vast onderdeel van, maar die zei sowieso al niet zoveel. Totdat hij ook nog eens teruggevloten is, volgens mij. Dus hij zei helemaal niks meer, dus dat is niet lekker in een talkshow, vind ik. En ja, Ruud Gullit zat daar. En ik had het idee dat Ruud... Ruud zei ook niks, want die mocht niks zeggen over het Nederlands elftal. Dus dan mag je ook niks zeggen over het Nederlands voetbal. Dus ja, de mensen hadden wel zoiets van, goh, wat is dat een rare talkshow waarin niemand wat zegt. Maar de ergernis viel soms als daar een belangrijk onderdeel van, Wim. Maar als ik dan die analyses terugkijk en die beelden, dan is er vooral één iemand die de eer een beetje opstrijkt van die zegen. Ja, nee, maar dat is wel Hans Breukelen. Precies. Kijk, Hans van Breukelen, als hij lezingen doet in het land, want dat deed hij een tijdje nu even niet, want dat was natuurlijk een andere functie. Dan neemt Hans van Breukelen net op het zijn eigen dvd'tje mee en daarin staan, die laat je zien, daarop staan de hoogtepunten van Hans van Breukelen. Nou, dat zijn er twee. De eerste is Hans van Breukelen die in... de EK 1988, die penalty in de finale. Kunt u die herinneren, die penalty in de finale? Waarin Hans van Breukelen dit maar gebaar maakt naar die penalty nemen. Belanov die mist. Nou, Hans, de grote held, Hans vergeet er alleen bij te vertellen wie zelf die penalty veroorzaakte. Daar hoor ik hem nooit over. Is dat zo? Dat is een feit, ja. Het tweede moment is, de PSV speelt het Europa Cup 1 finale in Stuttgart 19, ook 1988. Slechtste finale ooit. Echt oprecht, ik weet helemaal niks meer van die finale. 90 minuten geen schot op goal, 0-0 uiteraard. Verlenging, geen schot op goal. En vervolgens de langste strafschoppenserie ooit. Langste strafschoppenserie, echt in internationaal voetbal. Bij 10-9 voor ons, voor PSV, dus het is 1-0, 1-1, en niks mis, alles erin, niks mis. Benfica uiteraard de 10e strafschop nemen en die stopt Hans van Breukelen. Jubel. Ja, Hans van Breukelen, hè, de grote redder op dat moment en met zijn arm in de lucht. En die vond zichzelf ook eigenlijk wel de redder van het hele Champions League toernooi. Maar dat kijken wij toch iets anders even aan, Eddie. Want? Nou, wij hadden zoiets, als er nou 10 strafschoppen genomen worden, dan kun je er op zijn minst wel eentje tegenhouden, toch? Of niet? En dat deed hij ook na 10. Je zit natuurlijk terug te zwaaien naar die mensen de hele tijd. Ja, als je bij Den Bosch bent en je hebt anderhalf uur zitten zwaaien, dan ben je er wel klaar mee, denk ik, toch? Was je er even klaar mee? Nou, dan heeft ze 1-3,5 uur zitten zwaaien, dan bleef de pauze wel. Ja. En dat was? Ja. Ja. Ja, maar. Dat was wel vermenkelijk, ja. Maar u denkt dat het een grap is, maar het is echt waar. Het is wel echt waar. Maar dat tilde Wim bij Pisa. Was dat 3 seizoenen, hand omhoog? Of 2 seizoenen? Ja, hand langs het lichaam. 3 seizoenen, hand omhoog. 2 seizoenen, hand langs het lichaam houden. Dames en heren, we hebben een winnaar! Ja.